Richard, het VVSB dat we in de tweede helft hebben gezien, is dat het VVSB dat je min of meer voor ogen hebt? Nou, dat weet ik niet, want het was natuurlijk wat opportunistischer. Maar ik denk wel dat dat de rest van het seizoen wat meer gaat gebeuren. Dus iets minder positiespel, iets minder voetbal en wat meer opportunisme. Dus ja, tweede helft kan ik die jongens niks kwalijk nemen. Maar ja, de wedstrijd werd ze wat al in de eerste helft helemaal beslist. Nou, het enige dat je ze misschien kwalijk kan nemen over de tweede helft is dat niet eerder gescoord wordt en niet vaker gescoord wordt. Ook al maken de drie. Ja, nou ja, moet je luisteren. Kijk, de 3-1 blijft te lang uit. De 3-2 blijft veel te lang uit. Ja, dat is zonde. Maar ja, in die fase zitten we gewoon lastig om de vinger op de zere plek. Als je de tweede helft ziet, maak je 3 goals. Terwijl je er misschien wel 5 had kunnen maken. Ja, dan denk je, waarom niet de eerste helft? Maar ja, je hebt het gezien. Hè? We willen met goede bedoelingen starten. De supporters hadden een fantastische actie opgezet. En binnen 1 minuut legt de bal in het netje. He, die jongen kan hem 30 keer zo nemen en dan schiet hij hem 29 keer mis. En nou schiet hij maar in. Dat was een wereldgoal. Ja, maar dan zijn alle goede bedoelingen. Gaan ze wat de prullenbak al in. Eens hoort je zeg maar dat die 1-3 eigenlijk te laat viel. Toch dacht iedereen er nog aan van nou, die 3-3 kan zomaar nog maar vallen. Ja, nee, maar ik denk uiteindelijk dat dat ook wel een terechte uitslag had geweest. Moet ik heel eerlijk zeggen. Ook ja. Als je zo slecht speelt in de eerste helft? Nee, nou ja, de eerste helft is gewoon 3-0 voor hun. En ik denk dat wij de tweede helft 3-0 moeten winnen. He? En dan maakt Ruben een keuze om uit te komen, wat hij niet moet doen. Dus dan maken we niet 1 goal. Maar ik denk eerste helft volledig voor te leden, tweede helft volledig voor ons. En alleen ik sta hier met 3-4. En de zorgen nemen toe. Wat was er in de eerste helft aan de hand met jullie? Dat weet ik niet. Ik vond dat mijn middenveld won te weinig duels. Je komt na 1 minuut 1-0 achter. Nou, dat staat dan niet in het script dat we vandaag geschreven hebben. En mijn ploeg die in de degradatiezorgen zit of in de zorgen zit, is dat altijd lastig. Maar met name de 2-0 was natuurlijk dodelijk. Hè. Ik bedoel, dat is een bal die gewoon heel makkelijk weggewerkt kan worden als een van mijn twee spelers initiatief neemt. En geen van beiden doen dat. Ja, dat is de bekende gifbeker. Maar nogmaals, de ranglijst liegt nooit. Dus als jij op de plek staat waar je nu staat, heeft dat ook een beetje met misschien kwaliteit of noem het wat even te maken. Dus. Dan maar het spel van de tweede helft. De burger moet geven. Als jullie zo de rest van het seizoen spelen, hoef je geen zorgen te gaan maken. Ja, ik maak me wel zorgen hoor. Maar niet als je de rest van het seizoen als de tweede helft gaat voetballen. Dan moet het goed gaan komen, dat bedoel ik meer. Dus eigenlijk moet ik de opstelling van de tweede helft de komende wedstrijd aanhouden. Nou ja, ik denk in ieder geval de beleving die erin zat. Ja, maar ja, goed, weet je gaat opportunistische spelen. Hè? Het is wat meer Fabank. Uiteindelijk heb ik al in de rust gezegd van luister, ik heb het nu 6 keer geprobeerd op een bepaalde manier met jullie wat ze graag willen. En vanaf de komende wedstrijd gaat het niet meer gebeuren. Dan gaat het gewoon alleen maar op mijn manier. En dat is niet een verwijt, maar we hebben gewoon een voetballende ploeg. We hebben het tot nu toe constant geprobeerd met voetbal. Het levert geen punt op. Nou, in de tweede helft hebben we gewoon gezegd van hey, weet je wat, we gaan wat meer opportunistisch spelen, wat meer op de tweede bal leunen. En dat ging best wel goed, maar het is niet zo dat een safe druk is of een garantie voor de toekomst. Maar nou, ik moet heel eerlijk zeggen, ik vind dat we de tweede helft al een redelijk antwoord gegeven hebben na zo'n desastreuze eerste helft. Dus dat is dan maar het lichtpuntje van vandaag en laten we daar maar op voortbeduren.